Goedendag, de lezers van Menemelijk Actueel. Dit is de 9e vlog en ik sta voor het eerst niet op dezelfde plek als voorgaande 8 afleveringen. Want er is iets spectaculairs gebeurd. Het dak is er helemaal af. Dus als je nu door de expositieruimte het oude kantoor binnenloopt, dan is dit je beeld. Tja, en als je dan een paar dagen later komt, dan is het dak er volledig af. Ja, en als dan het dak eraf is, dan kun je ook zien in welke staat de gevel is. Er is bij het ene pandje 100 jaar niets aan gebeurd en bij het andere pand is er 120 jaar niets aan gebeurd. Dus het hout was slecht. En ook het metselwerk laat de wensen over. Dus het zal gerestaureerd moeten worden. Zelfs omdat het dak nu weg is, risico dat de gevel het niet haalt, dus hij is al helemaal gestut. En dan gaan volgende week eerst de stalen constructiegangen erin. En dan komt er weer een dak op. Maar het is nu een mooie lege vlakte. Het leuke detail is dat ook de vloer beschilderd is. Net zoals het plafond. Dus de ene kant is de bedstenen is zichtbaar en aan de andere kant is het decoratierandje in de winkel zichtbaar. Nou, tot zover de vlog van deze week. Volgende week opnieuw. Vergeet vooral ook niet te kijken naar de vlog van Esther. Die gaat dit keer over het depot. En ik zal u daarin rondleiden en vertellen waaraf alle spullen tijdens de verbouwing en de verhuizing opgeslagen zijn. Nou, graag tot volgende week.